In deze serie gaan wij, Manon en Marcia, op pad in de Bredase stadsnatuur. Want onze stad is ambitieus als het om groen gaat. En wil zelfs in 2030 een stad in een park worden. Werk aan de winkel dus, zou je zeggen. Hoewel er al heel hard gewerkt wordt in al het groen om ons heen. Maar ja, daar zijn wij ons niet altijd bewust van. Dus met een flinke dosis natuurlijke interesse worden we door Marlijn, Martijn, Dennis, Bram, Marie-José, Roy, Tony en nog heel veel meer anderen meegenomen door onze eigen groene stad. Vandaag leren we van alles over hakhoutbeheer. Wat het is, weet Ramon ons te vertellen. Een houtwal, dan moet je denken aan boomsoorten, inheemse soorten, als een willig, een hazelaar, een vlier, een Gelderse roos, die wij dus door elkaar aanplanten, dus een natuurlijke beplanting. Ecoloog Marlijn laat ons zien welke dieren en planten baat hebben bij hakhoutbeheer. Met dit beheer hou je die bomen jong, daardoor krijg je dus echt veel vruchtproductie. En mevrouw Leemans uit de Wisselaar heeft een vraag over de houtwal pal voor haar raam. Voor mij was het onkruid, dus ik sprak ook altijd, haal dat onkruid nou eens weg. Maar eerst gaan de handen uit de mouwen. Marcia, we gaan vandaag hakhout zagen. Ja. Dus deze jongens die gaan in het veld het zaagwerk doen. En ter plaatse gaan we gewoon even kijken hoe we het gaan aanpakken. En materialen mee? Ja, de mensen hebben allemaal de zagen bij. De veiligheidskleren aan. Dat is heel belangrijk als je op het moment dat je met motorzagen aan de gang gaat. De jongens zijn allemaal gecertificeerd. Martijn, ik heb alleen geen cursus gehad. Nee, daarom heb ik ook voor jou een alternatief. Oh, gelukkig. Het handzaagje. Handzaagje. Dat is nu wel minder wat makkelijker en dan hoef je inderdaad ook niet met de motorzaag aan de gang. Maar dan komt het aan op brute kracht. Dat inderdaad. Okay, nee, en ik ben heel erg benieuwd hoe jij dat gaat doen. Dus, okay. We zijn hier aan het zagen geweest zoals je ziet. Mm-hmm. Dit is hakhoutbeheer. In feite zagen we dan een struik of een boom terug op 30, 40 centimeter. De stammetjes die zijn blijven staan, die schieten uiteindelijk in het voorjaar weer uit. En die ontwikkelen dan weer een nieuwe struik of een boom. Dit hebben jullie onlangs gedaan? Ja, nou, dit is inderdaad gebeurd. Dit is de overgebleven houtige stammetjes, zeg maar. Ja. Die bevat allemaal slapende ogen. Die groene deeltjes eigenlijk al, dat zijn eigenlijk nieuwe knoppen. En uiteindelijk is straks als de temperatuur omhoog gaat, die gaan al weer flink groeien. En je kunt je voorstellen dat het uiteindelijk weer gewoon een volle struik gaat worden. Over 10 jaar halen wij het kunstje. En dan kun je je voorstellen dat die stoven steeds groter en breder worden. En uiteindelijk is het een groot struweel met volwassen exemplaren bomen. Dus over 10 jaar kom je weer terug? Ja. Ja. En dan maak je hem weer zo kort? Ja. Ja. Maar dan wordt hij nog breder. Dan wordt hij nog breder. En groter. En groter, uiteindelijk. Dat is het trucje. Ja. Zometeen zet Martijn mij aan het werk met de handzaag. Maar eerst naar de Wisselaar, naar mevrouw Leemans. Wij hebben dit huis gekocht met de rijden vrij uitzicht te hebben op de Lage Vught. Het is nu kaal vanwege de herfst, dat alle bladeren eraf zijn. Maar als het helemaal volgroeid is, dan is het gewoon dicht. Voor mij was het onkruid, dus ik sprak ook altijd, haal dat onkruid nou eens weg. Dit is het uitzicht wat mevrouw ook graag gewild had. Ja, dat klopt. Ja. We kijken hier over de Lage Vughtpolder. De Lage Vughtpolder is een heel mooi natuurgebied ten noorden van Breda. Aan de westkant ligt de Hartel, de Spinolaschans. Aan de noordkant ligt de Vrachelse Heide. En aan de oostkant, daar ligt Teteringen. En die Lage Vughtpolder die ligt daar als een kommetje in. Dus het is een nat weidevogelgebied. Dus ik snap dat mevrouw daar heel graag uitzicht over heeft. Ik heb uitleg gekregen waarom dit zo tot stand is gekomen. In dit gebied is bekend om grutto's en om tureluurs. Dat zijn twee weidevogels die in Brabant redelijk zeldzaam zijn. Ten noorden van de rivieren komen ze nog wat meer voor. Maar dit is eigenlijk het laatste bolwerkje rond Breda voor grutto en tureluur. Maar ja, in plaats van dit uitzicht, heeft mevrouw dit uitzicht. Ja, dat is een houtwal en die beheren wij als hakhout. En die houtwal die maakt deel uit van het natuurnetwerk. En het natuurnetwerk dat gaat als een groene lint door heel Breda heen. Zodat vogels en zoogdieren, amfibieën en reptielen kunnen migreren door de stad heen. Dus een verbindingszone. En daar maakt die houtwal deel van uit.
Een houtwal, dan moet je denken aan boomsoorten, inheemse soorten, als een willig, een hazelaar, een vlier, een Gelderse roos, die wij dus door elkaar aanplanten, dus een natuurlijke beplanting. En het beheer, wij noemen het hakhout, dat komt eigenlijk vroeger van de boeren vandaan. Die hadden allemaal hakhoutwalletjes rond de boerderij. Daar zaagden ze een tak uit voor manden te maken of voor klompen te maken van de populieren en willigen. En door die manier van beheren komt er ook veel licht op de bodem. En dat stimuleert ook weer de planten en de kruidenvegetatie. Dus wij hebben dat afgekeken vanuit vroeger. En doordat wij die houtwallen zo beheren, stimuleer je de biodiversiteit. De mensen die zien dus constant een houtwal, waar om de 3 jaar de helft wordt uitgezaagd. En dat is in blokken van 25 meter. En in die blokken die wij uitzagen, daar zien die mensen eigenlijk weer de ontwikkeling van de natuur. Dat heet successie in de ecologie. Dus dan zie je van het begin af aan weer die bloemen bloeien, je ziet de hout weer uitschieten. En bij die bloemen, daar zie je weer soorten vlinders. En bij de hout wat ontwikkelt, zie je weer soorten vogels. Dus dat betekent wel dat je de ene keer heb jij een mooiere doorkijk omdat het net gesnoeid is. En op een ander moment krijgen de andere buren die mogelijkheid. Zo hebben we allemaal daar plezier van. En het is ook zo dat de beesten die hebben daar wel profijt van dat ze beschut zijn. Dat ze hun eigen nest kunnen maken. En als dat allemaal kale stukken zijn, ja, dan gaat dat verloren. En dat vind ik jammer. En daarom is een goede uitleg essentieel. Dat wij aan mensen vertellen wat wij doen en wat daar de bedoeling van is. Want wij zijn geen bomen aan het rooien. Maar dan trek je ook de wortels eruit. Nee, wij zagen die boom af. Dat is een vorm van snoeien. Dat is een beheermaatregel. Omdat je juist stimuleert dat die houtwal zo in stand blijft. En dat noemen ze bestendig beheer. Kijk, jullie zijn hier al even bezig. Kan je gelijk beginnen als je dan op zo'n plek aankomt? Nee. Dus het is heel belangrijk dat we van tevoren toetsen of er geen aanwezigheid is van verblijfplaatsen van diersoorten. Je kunt je voorstellen, we komen hier 1 in 10 jaar terug om te gaan zagen. Dus ja. Er kan van alles gebeuren in zo'n houtwal. En omdat het al een leefgebied is, een fourageergebied voor heel veel dieren, kunnen er ook bijvoorbeeld, en vooral in de winterperiode, een egeltje onder een blad op zitten. Nou, op het moment dat we hier gaan zagen, wil je dat natuurlijk niet verstoren. Ga jij eerst kijken in zo'n struweel of in zo'n houtwal, om te kijken of er geen dingen aanwezig zijn. Je kunt eigenlijk al in 1 oogopslag heel veel zien. Oh. Er zijn weinig takhopen en bladhopen aanwezig, dus als ze niet aanwezig is, dan gaan ze er ook niet onder zitten natuurlijk. Het is vrij open, dus op de eerste oogopslag zie ik eigenlijk geen gekke dingen. Misschien zie ik daar een rol. Ja, inderdaad. Wat is dat? Oh nee, dat lijkt erop. Nee, ik dacht dat er daarin zat, maar dat is dus niet. Nee, ik zie ook verder geen nesten. We hebben hier geen gekke dingen waargenomen. We kunnen, mannen! Een van die grote voordelen die je hebt met het hakhoutbeheer is dat je een ontzettend mooie mantelzoomvegetatie aanlegt. En dat is eigenlijk de term voor een geleidelijke overgang van hooiland, waar wij nu op staan, naar struiken, naar kleinere bomen, naar grotere bomen. En daardoor creëer je dus veel structuur en afwisseling dat veel leefgebied creëert voor dieren. De gemeente Breda beheert een hele hoop van dit soort houtwallen. En die houtwallen die werden vroeger natuurlijk gebruikt voor de productie van hout, voor te stoken of voor gereedschappen. Maar waar wij ze tegenwoordig voor gebruiken is vooral voor de biodiversiteit. Er zit ontzettend veel leven in zo'n houtwal. Denk alleen maar aan de mezen, de merels, de roodborsten die erin zitten. Maar ook voor zoogdieren zoals egels, hazen, marterachtigen is dit een belangrijke schuilplek en een plek om eten te vinden. Als we hakhoutberen uitvoeren, laten we ook altijd hout achter in zo'n vak. Dat noemen wij ook wel een takkenrail. Dat is eigenlijk een opeengestapeld van het snoeimateriaal. Die takkenrail is een belangrijk element in zo'n houtwal. Omdat die takkenrail, daar komt natuurlijk heel veel insect op af.
Niet alleen om in te leven en aan het hout te eten, maar er worden ook heel veel eitjes en larven juist in het hout gelegd door insecten die dat dode hout nodig hebben. Daardoor is het aantal insecten dat in zo'n houtval voorkomt ontzettend hoog. En dat trekt weer allerlei vogels aan. En niet alleen vogels profiteren van zo'n houtval. Het biedt natuurlijk ook veel gelegenheid voor zoogdieren om in te vechten te schuilen of een hol te maken. Vossen vind je er wel eens in, of een wezeltje of een hermelijn. Ook die gebruiken zo'n takkenrail om zich in te verschuilen. Om er nou achter te komen wat er echt leeft in zo'n houtwal, kun je natuurlijk onderzoek doen. En daarvoor gebruiken we heel vaak deze wildcamera's. Maar als je die gaat ophangen, dan moet je wel goed kijken waar je die gaat plaatsen. Want je kunt in het veld dan best wel goed zien waar bijvoorbeeld veel wordt gelopen door dieren. Of dat er aanwijzingen zijn, of je wil hem juist richten op een burcht. Als we de camera hier gaan ophangen, dan denk ik dat we al best wel mooie plaatjes kunnen verwachten. Want wat je hier ziet, is een wildwissel. Dat is ook wel in de ecologie een term die gebruikt wordt voor een pad dat door dieren wordt bewandeld. En dat kun je bijvoorbeeld zien, als je het spoor volgt, zie je dat hier regelmatig gelopen wordt. We gaan een wildcamera ophangen. De gemeente Breda doet regelmatig onderzoek met deze wildcamera's om te kijken welke diersoorten er allemaal voorkomen in hun gebieden. En met die gegevens die wij dan verzamelen, die zijn heel waardevol voor ons om keuzes te maken in het beheer of in hoe we de gebieden aanleggen. Want als je bijvoorbeeld te maken hebt met een das die nog niet in Breda zit, maar die we wel verwachten over een paar jaar. Zodra we die vast kunnen leggen op een camera, dan weten we ook dat we daar rekening mee moeten inhouden. Bijvoorbeeld met het uitvoeren van beheer. Plaatsen we hem in de behuizing. Dan kijken we eventjes of dat hij goed gericht is op de plek waarvan wij denken dat wij die beesten gaan aantreffen. Hij is dus mooi gericht op deze plek. En ik verwacht eigenlijk dat hier zo op dit stuk dus dieren zich zullen bewegen van de ene kant naar de andere kant. Het is altijd handig om dat je onderaan begint, dat je dus 20, 30 centimeter boven de grond je tak af gaat zagen. Ja, kijk nou. Dit mag niet, hè? Nee, eigenlijk, ja, het beste dat gaat als, dus al mis. Als je dan scheurt. Ja, normaal gesproken doe je dan inderdaad hier even een inkepingje maken en dan zaag je hem aan de andere kant in. Je kunt wel hier gaan zagen, maar je kunt hier weer niet achterkomen. Dus af en toe is het best wel lastig. En in de motorzaag werkt het natuurlijk altijd veel makkelijker dan met een handzaag. Ja. Ik heb ook misschien een ander plan. Oh. Dat we gewoon dat Jos trekt met de motorzaag aan de gang gaat en dat jij daar je takken tussenuit haalt. Dat je hem daarbij gaat helpen in een koppeltje. Nou, vind ik het veel beter. Ja? Zullen we dat doen dan? Ja. Geen talent. Teamwork, hè? Patje. Oh, dit is echt een lange. Dankjewel. Jawel. Ja, ik hoor je weer. Welkom te bewoonde wereld. Zo, dankjewel. Van november tot maart zijn wij dit soort werkzaamheden aan het doen. Ja, dus als je een keer wil komen helpen, dan ben je al van achter welkom. Nou, ik heb gezien dat je het goed doet en goed kan. Dus. De volgende keer zie je dat er heel wat schuil gaat achter de vele bomen in onze stad. We werken eraan op hoogte. Ik heb die daar vastpakt, dan zijn we hier onderaf. We onderzoeken ze van binnen. Maar het geluid dat je net hoorde is zeker geen goed voorteken. En we leggen ze in de watten. We doen hier alles aan om deze bomen zo lang mogelijk te laten groeien.